Maar vandaag gaan we stoppetje spelen in een mega trampolinepark. Het is daar achter. Ik heb fuck wat dit geluid vandaan. What the fuck? Word ik nou helemaal leeg? Oké, we gaan weer even checken. Ja! Ik heb hem, hij zit hier in de vlog! Een hele goede morgen jongens en meisjes, dames en heren. En welkom bij een nieuwe vlog. Wat vandaag even geen vlog is, want even een kleine uitleg. Zoals jullie weten, gisteren heb ik hier geslapen. Gisteren is, zeg maar jullie gisteren, mij vandaag. Want vandaag, de dag dat ik nu vandaag ben, is eigenlijk morgen. En morgen doe ik nog niks speciaals. Maar overmorgen en de dag daarna ga ik op een event. En dat event is super leuk en wil ik super graag naartoe. En wil ik echt voor geen goud missen. Enige ding is, er zit een embargo op. En een embargo betekent dat je niet mag delen wat er gebeurt voor een bepaalde tijd. En nu is het zo dat die embargo 4 dagen is. En mijn vlogs komen 2 dagen later online. En dat betekent dus dat er, zeg maar, een soort van gat zit tussen wat ik eigenlijk kan uploaden en wat niet. Dus vandaar dat er nu even een extra video is, zodat zometeen de video's van het event online kunnen komen zonder gezeur dat ik niet juridisch aangeklaagd word en weet ik wat allemaal. Dus vandaar eventjes, zeg maar, vandaag dit. Morgen vlog, dan weer een rare, zeg maar, gewoon een leuke video, een conceptvideo. En dan komen de vlogs van het event. Dus jullie hebben elke dag een video. Maar vandaag gaan we een verstoppertje spelen in een mega trampolinepark. Dus laten we gelijk beginnen. Ik heb al deze mensen mee en we gaan vandaag verstoppertje spelen. Nu is het zo, we hebben hier een mega trampolinepark. Maar dit gebouw bevat nog meer dingen. Dus we hebben bijvoorbeeld een glow golf hall, we hebben een gym, we hebben van alles. Dus we doen het eerste potje hier en dan nog 2 potjes ergens anders. Het eerste potje zou ik hem wel zeggen. Wat we doen voor hier in het park... Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Wat we doen jongens, je mag onder het park, je mag boven het park, je mag overal waar je wil. Als je maar binnen deze muren blijft. Die we dus hier niet naar die sporthal? Niet naar de sporthal, alleen in het trampolinepark. Ja? Jullie krijgen 2 minuten om te verstoppen. Ik ga de wc in 1 minuut 59, 1 minuut 58, 1 minuut 57. Ik hoor hier allemaal geluiden om me heen. Ik hoor dat iemand boven zit. Ik hoor dat iemand daar met een airtrex bezig is. Dus als ik, zeg maar zo, dit een beetje gebruik, zou het redelijk goed. En zou ik relatief snel iedereen moeten kunnen vinden. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Dan hoor ik hier net wel heel veel geluid. Ik denk niet wel wat hier in zit. Het is echt zo'n obvious plek dit al hier in zit. En dit is echt zo'n plek dat je alles overhoop moet halen wil je iemand vinden. Daar heb ik eigenlijk niet heel veel zin in. Daar mogen ze natuurlijk ook allemaal, ze mogen overal. Dat overal, dat is echt een domme keuze geweest. Daar ga ik echt uren aan het zoeken zijn. Zou het redelijk goed moeten komen en zou ik relatief snel iedereen moeten kunnen vinden. Hey. Ik hoor er zoveel beweging, hoe? Hey. Ik zag je bewegen. Dat is jammer, hè? Jij maakte dat geluidje, hè? Nee. Oh, dat, ik hoorde klittenband namelijk. Nee, dat was ik niet. Die hoorde ik ook. Maar klittenband, dat moet wel. Oh, joh, dat zou echt een zieke plek zijn, ouwe. Hallo. Wat de fuck hoor. Wat is dit? Waar komt dit geluid vandaan? Het is daarachter. Waar de fuck komt dit geluid vandaan? Wat de fuck? Oké, nu wordt het gek. Lul. Ik zag je lopen vanuit heel ver weg. Oh, ik begon dus daar. Ja. En toen ging ik dus zo hieronder. Toen was ik Mr. Tigranos kwijtgeraakt. Ik ging zoeken, helemaal hier. En toen kwam ik hier zo. Ik weet waar ze zitten, denk ik. Motherfucker! Oh, zoveel stof hier ook. Was je hier al langs geweest? Nee, ja, alleen daar liep ik zo langs. Yo, ik niet dacht dat je wel zou zien. Ben ik de eerste? Nee, derde. Oh, yes. Hey Tim. Ik weet dat jij hier ergens zit. Dit is zo groot.
gast, ik heb er toch geen zin in. Ik ga het ook gewoon niet doen. Ik word de hele tijd het meeste kut voor Vizela. Ik snap er zo weinig van. Kan je daar ergens het park onder? Kan je daar? Nee, je kan er niet onder, maar je kan er wel komen. Moet je helemaal eronder doorlopen? Ja. Het klittenband wat je hoorde net, denk ik, was het denk ik het klittenband ergens daarvan. Waar de dit zit allemaal nog op. Oh, deze is los. Maar ik kan niet helemaal nergens heen. Oké, jongens, maak even een geluidje door je naam te roepen. Tim zit sowieso hoog. Je hoort Tim veel te goed. Gast. Ik ben zo slecht in verstoppertje. Mees, maak nog eens een geluidje. Je hoort hem daar. Zit hij. What the fuck? Hoor je helemaal lijf? Kan je hierin? Kan je hierin? Ja! Holy shit, ouwe! Ik heb je al de hele tijd gefilmd. Ik dacht echt dat deze dicht waren van onder. Ik zat ook, heb je ook op Instagram gezet, maar daar heb je toch niet gecheckt. Nee, ik heb Timo zijn telefoon mee. Fucking mooi. Holy crap, ouwe, dit was sick. Maak nog eens een geluidje. Marco! Hij zit daar. Maar zit hij niet ergens onder, Paul? Ja, kijk, het enige ding is, ze is mij dus verteld, je moet vanaf helemaal daar eronder doorkruipen. Maar met de camera lukt het niet. Maar, hij zit hier in dit blok, maar hoe de fuck is die? Hoe is die in dit blok? Waar de fuck ben je? Oké, we gaan weer even checken. Weet ik niet. Ja! Ik heb hem, hij zit hier in het blok. Ik heb hem gefilmd met Timo's telefoon. Je zat hier in het hoekje. Ik heb mijn telefoon door de trampoline heen gestoken om onder het blok te kunnen kijken. Zag je mij? In ieder geval. Floris heeft verloren. We gaan naar de volgende emmer. Oh, je bent wel hier ook bij Timo erin gegaan. Oh, ging Timo hier ook in? Ja, die lag hierin. Holy shit, dit is vermoeiend. Gast. Maar je bent helemaal hier onderdoor daarin gekropen. Ja, ik wou onder het ding. Oprecht gewonnen. What the fuck, ouwe. Oké, het eerste potje heb ik zwaar verloren eigenlijk. Ik heb er veel te lang over gedaan. En dat betekent dat we doorgaan naar potje 2. Ik zou eigenlijk 3 potjes doen, maar ik denk dat we met 2 potjes al wel lang genoeg bezig zijn. Want dit heeft een dik half uur geduurd. Dus we gaan doen de Glow Golf en de horeca. Ik denk het wel dat jij hem natuurlijk gaat zijn, want jij was de eerste seconde. Maar ja. Hij kent het hele park uit zijn hoofd. Ja, dat is wel waar. Ja, mogen we dan ook nog de gym erbij pakken? En de Glow Golf. De Glow Golf. Ja, we hebben de horeca en de Glow Golf sowieso. Maar jij kent het, mogen we ook nog ja, de gym? Ja, nee, dat mag. Maar dan alleen deze verdieping. Alleen deze dan verdieping? Doen? Dat je dan alleen deze verdieping pakt? Ja, alleen deze verdieping. Ja, ja. Oké, is goed. Dat ze eigenlijk allemaal binnen 20 minuten gevonden hebben. Kijken of dat gaat lukken. Alright, gentlemen! Here I come! Obvious spots. Hallo? Hallo? Nee. Had iemand misschien honger? Als ze zichzelf dus echt in de vriezer hebben opgesloten. Dan ga ik wel echt helemaal stuk. En dan laat ik ze ook gewoon zitten. Oké, dan gaan we even in de gym kijken. Come on boys, leg day! Let's go! Hallo? Hallo, hallo? Is hier iemand? Nee. Oh, oké. Okay. Marco! Ik hoor de polo. Weet je wat we doen? We laten hem gewoon zitten. Doei! Doe nog eens. Dit is zo kut. Waarom moet ik zoeken? Wat is dit? Ik weet dat je hier zit, je conjo. Want je maakt nooit geluid als ik hier ben, hè? Maar ik wil niet dit hek over. Nou, weet je wat? Ik ga je lekker laten zitten. Ik ga eerst de andere zoeken. Ja. Huh? Doe nog eens. Oké, ik ben een beetje confused. Als je achter die blokken zit, fucking knap. Hou. Ik weet dat Timo zich kut voelt. Dus als ik nou wegga, vindt hij natuurlijk helemaal kut. Oké, maar zo. Hallo? Ik ben hier nog nooit geweest. En ik werk hier al 5 jaar. Ik ben in de vrouwenkleedkamer. Hallo?
viespeukje die in de vrouwenkleedkamer zit. Het is allemaal nog nat, jongens. Jeetje, hoe kan dat nou? Nee. Zitten jullie echt met z'n allen daar? Maar ik heb echt een super dure camera in mijn hand. Ik kan toch niet gaan klimmen, jongens? Oké, nou. Verdomme. Hey! Ah, het is fucking Boas! Jij hebt hier al zo vaak recht voor de deur gestaan. Maar ik stond de hele tijd daar. Ik zag jou, ik kon hier zeg maar tussen die spleet doorkijken en ik zag jou de hele tijd daar staan. Oh, Timo, Timo! Ja, ik dacht echt dat ik Timo hoorde. Heb je nog niemand? Nee. Oh, er zitten er ook echt drie. Oh, fucking fuck. Oh, echt. Maar er zit er één achter dat hek, die ga ik niet pakken. Die mag lekker blijven zitten. Alles blijft werken hier. Kom dan! I see you! Oh, was je eruit gegaan? Ja, omdat ik daar, het lag zo kut. Heeft die Timo nog steeds? Nee. Jeetje! Het is echt knap dat die Timo niet heeft. Timo, maak eens een geluidje. Kom eens uit die blokken, Timo. Vervelend joch dat je bent. Yeah. Hier, ik heb je gevonden. Je bent ook echt ingegaan. Blijf maar lekker zitten. Ik heb mezelf helemaal ingegaven hier. En toch is Tim maar nog steeds weer verstopt. De eerste keer dat jij mij niet zag, toen zat ik hier gewoon bovenop. Toen trok je die kant weg en deze kant. Toen dacht ik, oh fuck, ja, want toen liep je er langs heen. Maar ik was echt op aan het letten van, oh, er zal hier achter iemand staan. Dus hierboven keek ik helemaal niet. Maar Tim is nog steeds wegkomt. Oh, Tim en Timer, ja. Param, param. Je mag niet meer weten. Het is echt ziek dat ze zich hier kunnen verstoppen. What the fuck? Daar! Daar! Dat is één, maar wacht. Ja, ze gaan niet allebei op dezelfde plek zitten. Zo dom zijn ze ook weer niet. Daar! Dezelfde je kon hem net al zien zitten. Jij stond in het midden en je kijkt alleen naar rechts. Oké, mijn defense. Ik heb echt plus 5,5 en plus 4, dus ik zie gewoon niet zoveel. Hey, Erik, wel zie ik een verstopplek in dit, jongens. Thuis. Jezus, we ben je blij dat ik jullie heb, hé. Verstop is echt kut als je moet zoeken, hè? Ja. Daar boven, als je boven je wat is dit? Kijk dit, holy shit! Kijk dan, what the fuck! Ja, want jullie hebben al dat glow in the dark zooi aangeraakt. Oh shit! Dat is lauw. Hello, call me Mr. Boogie Boogie Man. I am under the stof en it gives licht. Maar is dit stof of is dit van het spul wat hier op de muur is? Ik neem aan stof. Daarheen die komt die ondertussen ook naar beneden gejuwd. Ja, hij is er helemaal onder. Check zijn kuiten. Godverdomme. Oh, kijk mijn handen nou. En heb je dat ergens? Ja, want ik moet ook wel zeggen. Ze zaten met z'n tweeën. Oké, goed. Ik denk dat 2 potjes meer dan genoeg is voor vandaag. Dus voor je deze video leuk, doe naar boven, subscribe beneden. Dan zie ik je morgen om 4:30 met wel een vlog. En daarna een heel goed weekend. Goedjes.